Maar heb je nou iets van wedstrijdspanning? Die remmen maak ik me toch een beetje, een beetje aftasten. Bocht 1, 250 aankomen. Denk ik niet dat ik bij 90 meter de eerste ronde ga remmen. Maar wel de tweede, want jij hebt tegen Robin Vrijs heel hard gezegd... gaat ronde record. Tegen de Grassi, je hebt er iedereen zo opgeschreven. Ja, en niemand heeft een stopwoord. Ik wel. Oh wel? Ja hoor, tweede rondje ben ik aan het timen. Hier gaat het gebeuren, Bosje. Zo. Hoe voel je je? Voordat we naar de auto lopen. Hoe voel je je vandaag? Voor het eerst in 10 jaar dat je weer in een serieuze auto gaat zitten? Ik denk dat het hier ook 10 jaar geleden was dat ik hier heb gereden. Met die Formule 1. Ja, langer. 2009. Dit is hem, de Gendry. Oké. Kijk dan wel een klein vleugeltje. Of geen eigenlijk. Dit is ja, maar die banden, dat is het eerste wat je opvalt natuurlijk. De banden, gewoon geen slicks. Nee. Het is een heel smal kuipje, daar pas je niet meer in, denk ik. Het is zo'n wonder als dat racepak nog past. En wel vleugeltjes van voor. Wel mooi. Dit is mooi. Maar de motoren en zo, dat is natuurlijk allemaal nieuw. Ik heb nog nooit met een elektrische auto op de weg een keer. Maar op het circuit is de eerste keer met een elektrische, vol elektrische auto. Ik vind het ook een spannend dagje, want jij bent toch een beetje kritisch. Jij bent toch een man van de... Ja, ik heb nog nooit in zo'n auto gereden die zo'n geluid maakt, maar goed, ja. Het is een spannend dagje om te zien wat jij nou echt oprecht van zo'n ding vindt. Ja, nee, super blij met de uitnodiging. En het is een spannende dag dat wij kunnen zien of je het nog een beetje kan. Ja. Ik ben niet de enige die benieuwd is wat Robert ervan gaat bakken. Robin Vrijns is er als de kippen bij om te zien hoe Robert het redt in de nieuwe Formule E. Robin die kan ons precies uitleggen wat is er anders aan het apparaat dan voorgaande jaren. Wat is er bijzonder aan? Ja. Alles. Alles is bijzonder. Alles is anders. Het is heel ingewikkeld. We zijn nu al 2 dagen aan het testen. We zijn met 5 engineers erop aan het zetten en heel veel software schrijven. En het is gewoon heel moeilijk te begrijpen. Je bent gewoon met 5, 6 computers bezig tegelijk. Echt? Ja, dat is echt ingewikkeld. Laten we maar eens op een rijtje zetten wat er allemaal anders is aan de nieuwe Formule E Gen 3 auto. Het belangrijkste is misschien wel de nieuwe motor. Sterker, 355 kilowatt, oftewel 470 pk. En daarmee zou de auto topsnelheden van boven de 300 km per uur kunnen halen. Oftewel op Valencia 270 aan het eind van het rechte stuk voor bocht 1. Een ander belangrijk verschil is de efficiëntie van de auto. Dankzij regeneratief remmen op 2 elektromotoren... moet 40% van de gebruikte energie opgewekt worden tijdens het remmen. En bijzonder op de achterkant zit helemaal geen remmen meer. Remt de auto alleen op de elektromotor. De reglementen mogen misschien nu duidelijk zijn, maar nu wie rijdt waar? Jullie nieuwe team, mooie kleur blauw. Ja, ik vind die lelijk. Heel mooi. Die gele lijnen vind ik mooi. Ja, dit is de batterij. Dat zijn de grote batterijen, ja. Dus wat een joeken van een ding, man. Ja, ze zijn watergekoeld. Veilig, dat wel. En hier zijn problemen mee nu nog dat ze oververhitten? Nou, die overritten gewoon intern wat los kabeltje, et cetera. Dus er zijn nog wel problemen. De reden dat ik nu nog niet rijd, Rob. Ja, één van de, ja. Dus de hele monocoque, de hele voorkant is allemaal hetzelfde voor iedereen. Ja. Qua ophanging. Ik wou net zeggen, het is allemaal hetzelfde. Het is niet een nieuwe spec, dit. Nee. En dat deel mogen we niet filmen, maar achter de rolbar. Dat is de hele achterkant. En dat is door Mahindra ontworpen. Ja, dus de hele... Dus dat heeft elk team is anders. Dat is het geheim van de auto. Dat is het hele geheim. Dus dan heb je de bell housing, dus daar zit een motor in en de differential in. Maar de punten van waar de ophanging ligt, dat maakt heel veel uit van hoe de auto zich beweegt. Oh. En daarom mag dat niet gefilmd worden. Dus zeg maar dit. Dat, ja. Robin. Precies. Start. Raket. Ja, ja, ja. Launch. Raket. Launch control. Complex of niet complex? Dus eigenlijk al die dingen... Het zijn allemaal multifunctions. Multifunctions. Dus je gaat naar die en dan kun je allemaal door... Als je het allemaal optelt, Formule 1 heeft 70 functies. Hoeveel zit hier op? Ja, een stuk of 25, 30. Nou, dus elke knop is anders. Want wij zeggen van ik wil die knop daar, ik wil die knop daar. Ja. Maar attack mode is die. Attack mode. Dit is hem, jongens. Dit is zo meteen voor mij een rondje. Ik denk de outlap al. Gewoon alles. Ja, ja, ja. Alles. In de pitlane, jongens. In de pitlane. Wie rijdt waar komend seizoen in de Formule 1? Die is de Cheetah verdween... Eigenlijk ook weer niet, want het heet nu DS Penske, bleef gewoon goud met zwart... en contracteerde naast oud-kampioen Jarn-Éric Vergne de nieuwe kampioen, Stoffel van Doorn.
How's life? Good to see you, man. Good, good. Yeah, it still fits. I want to show it to everybody that it still fits. That's incredible. Yeah, yeah, yeah. No, it's is it fun? Are you enjoying yourself? Yeah, how is the new team? The team is great. Yeah. I mean, it's mainly the same people, you know. Okay. Just a new boss. A few very good mechanics that came from Dragon and Engineers, and it's more or less the same team. A new teammate. Yeah. I don't see any way that we're going to, you know, clash each other with Stoffel. It seems like very easy, easy going, so. All right, I'm gonna drive a car today. Which car? They borrowed me the demo car. Formula E. So which one? The Gen 3? Yeah. Yeah. Oh, yeah, the Tesca. Cool. Yeah. What makes it so difficult? It's nothing. It's so easy. I mean, it's so much power. He tells you all the time. Oh, it's very difficult. Yeah. We'll see, No, it's difficult. True, yeah, it's heavy steering. It's wheel. Four wheels and a steering. Come on. I mean, it's the best Formula E car ever. Like so much power. See, this is he's a commercial guy. He's a good ambassador for the sport. Yeah. You aren't. Exactly. He's like you need muscle. What has changed? What are you talking about? Sure. Not going into detail now. See ya. No, you will enjoy it. Yeah. All right. Thanks, man. Good thanks. Take care. Bye-bye. Dus die gouden auto's, dat is nu Penske. Ja. NIO is hetzelfde gebleven, het waren die groene auto's vorig jaar. Heethoofd Dan Ticktum, de Brit. Die krijgt bij NIO gezelschap van de Braziliaan Sete Câmara. Doe niet mee voor de overwinning. Nou, ze zijn niet slecht, toch? Nee? Nee, ze zijn niet slecht. Nissan, daar is iedereen nieuw. Fenestras en... NATO. NATO. Ja. Vorig jaar Nissan, was niks meer. Nee, maar ik heb wel gehoord dat bij testers wel echt hard gingen. Ja? Maar ze laten er niks zien. Oliver Roland verhuisde naar Mahindra... en krijgt haar gezelschap van Mr. Formule E, Lucas Di Grassi. Tot de joya. How are you, man? Good. You? Good. Portuguese. Tot de bom, tot de bom, tot de joya. Do you like the new team? I have a big challenge. Yeah. But having Robin as a teammate is it's very good. Oh, you call him a teammate easy. Now? He's not an opponent anymore. No, he's a teammate because I copy all his setup. Yeah, sure. So you are the best one to explain about the car. Yeah, why? What's so fun about the Gen 3? Well, much more powerful, much more. I think now the car, even without running the front powertrain, is extremely strong. Yeah. And it's a softer base car. So if the software is not good, you can forget it. Yeah, you have to rely on the systems to help you brake and help you accelerate the car. Which for the fan at home is maybe a little difficult to understand because sometimes a driver can't be fast and then the problem might be in the garage. Correct. The problem is never with the driver. Right? It's true. The problem is always somewhere else. That's the beauty. That's the beauty of motorsport. You can always say the problem is with somebody else. Yeah. It's the engine, it's the brakes, it's the engineer. Yeah. No, but I think it will be extremely difficult to drive in some of the tracks because of the tire, because of the extra power. But in other hand, that's it. Formula E is being difficult, I think, creates a lot of opportunities as well. Of course. Should be fun. I'm gonna destroy the lap record in half an hour. You gonna drive the car? Yeah. Cool, man. I want to see the data. Yes, we do. Maar er zijn vragen ook. Are you gonna drive the car? Zou die echt denken dat ik hier altijd zo rondloop? In de Porsche, dit is jouw team een beetje, hè? Felix de Costa nam het plekje van Lotterer over bij Porsche. Naast ex-Formule 1-coureur Pascal Wehrlein. Hey man, how are you? Good. Very good to see you. You too. Good, you want to do some laps? Yeah, that's why I took the suit on. Nobody noticed. Hey man, how are you? How are you? Nobody will notice, right? Factory driver. Exactly. Well, I'm so happy it still fits, man. That's why I'm showing off to everybody in the paddock now. You're good? Yeah, I'm good. You're happy with the new organization? Yeah. So far, so good. Yeah. How's the new car? It's right, hard. Hard to drive. Yeah, that's what Lucas tells. Yeah, but it makes it fun, I think, for the people watching at home. Yeah. It's going to be super, you know, it's a handful. But I mean, if you're Robin, it's easy, but if you're me, I have to work a little bit. You once told me on Facebook, I remember it was an interview, you said, I never had a teammate as tough as Robin. Yeah, he is. True? Yeah, you were there. You were there with it. Don't tell him this. I'm sorry. Like this. Anyway. Back to work. Yeah, see you, man. Guys. Good to see you. Thanks. Andretti, dus ook Porsche. André Lotterer verhuisde van Porsche naar Avalanche Andretti, waar hij het opneemt tegen de snelle Jake Dennis. Jake Dennis is heel goed, hè? Die is goed, ja. Die komt eigenlijk, dat je denkt, hé, maar die heeft toch niks... Nee, precies. ...gereden voor Formule E. Het is echt zo'n Formule E-rijder die in Formule E groot geworden is. Ja.
dat is zeker waar. Ik heb een auto gedeeld met hem, een GD3. In 2016 ongeveer, toen was hij ook al niet slecht. Maar een Formule E heeft hij echt wel zijn naam gemaakt. Ja. Ja, dat klopt. En Lotterer zou kampioen kunnen worden op snelheid als hij minder crasht? Ja, die voorvleugels van hem, die is een warme broodje. Oud-kampioen Sebastian Buemi verhuisde naar Envision, stoeltje voor Robin Vrijns, waar je af moet zien te rekenen met de snelle Nick Cassidy. Het is jouw teampje, Envision. Mis je ze al? Nee. Nee, dus het was een heel leuk team om bij te zitten natuurlijk. Ik heb daar vier jaar bij gezeten. Komt een wielmoer. Het team is een beetje wel veranderd intern. Andere engineers, et cetera. En toen kwam Ab natuurlijk op. En ik kon het team van DTM, wat eigenlijk hetzelfde team is. Toen heb ik zoiets van ja. En ik zat dus heel kort bij de Ab-familie. Dus ik heb gekozen voor Ab. Of dat nu de goede keuze is. Dat gaan we zien. Alleen Jaguar heeft niet van rijders veranderd. Wel van kleur. Mitch Evans en Sam Bird starten vanaf nu in het zwart-wit met goud. Wel lekker herkenbaar. Ik denk dat dit de grootste kandidaten voor de titel zijn. Mitch Evans en Sam Bird dan, komt ook te vaak tegen een muurtje tegen. Het jaar dat hij met jou reed, dat was de eerste teamgenoot waarvan ik dacht, ja, op het begin was ik een beetje moeilijk inderdaad. Ja. Met hem. Maar ik kwam de eerste keer een Formule E weer. In seizoen 5. Ik had even een sabbatical gehad. Dus Mitch Evans niet grote titelkandidaat? Jawel, Mitch Evans is heel erg constant. En, ik denk Stoffel, Mortara, Maserati. Daar is Mitch. Is oké? Goed. Hi. I'm fine. Yeah. I just told Robin, I think you're the biggest opponent for the title. Yeah, I say you for a champion. He knows. Yeah. Yeah, sure. For you or for Who do you think is your biggest opponent? It's hard to say. Yeah. Everyone's strong. We always say it, but everyone's too strong. So it's hard. Too many. Yeah. So many good guys. Yeah. Apart from him, but it's. Apart from him. Nieuw op de grid is Maserati in prachtig blauw. Daar rijden Eduardo Mortara en de razendsnelle Maximilian Günther. Maserati die kleur helemaal top. Nog mooi, hè? Ja, dat is mooi. Mogen we dat kijken? Ik sta hier. Laf me om. Wordt er wel echt geheimtjes bewaard? Ja. Met Formule 1, met schermen en dingen? Qua achterkant wel. Ja? Ja, ja. Hetzelfde design. Ik ben niet zo aan het veranderen. Okay. It has to be really short. Okay. One minute. It's so short because he has only one question. Oh, perfect. Robin, I want to ask you. I think you're one of the main title challengers. Am I? I don't know. Yeah. But he says last year, man. Yeah. You were flying. You should have won last year. And so we are going to try to repeat, this year. And try to avoid, the bad race weekends. Because I think that still we could have done a better job like in Q1. Yeah. And he says, you have to ask him one question. How was Macau this year? How was Macau? Mortara vertrok in Macau een minuut te vroeg voor de formation lap en moest de race achteraan starten. You enjoyed it so much that you thought, I just go before I just go. Good luck this year. Thank you. See you later. Cool. Oké, dus die ging gewoon bij het 1 minuut bord ging die er gewoon al vandoor. Ja, dan moet je achteraan starten naar het straatcircuit. Super. Lijkt awkward. Hey jongens, en McLaren is erbij. Heeft Mercedes overgenomen. Ja. Het 11e en laatste team tenslotte, dat was Mercedes, maar is overgenomen door McLaren. Jake Hughes en topper René Rast mogen de fraaie papaya oranje auto's besturen. Oh ja, René Rast is een hele snelle jongen. Dat ken jij nog wel. Ja, harde werk hoor. Ja? Ja? In tegenstelling tot? Nee. En volgens mij nog één dingetje voordat hij zijn helm op gaat zetten waar meneer Doornbos zich zorgen op maakt. Ik heb hem net verteld dat er geen achterremmen op zitten. Nee. Nee. Leg even uit, want... Nee, dus we hebben ongeveer 600 kilowatt aan regen, dus voor en achter, samen. En omdat je zoveel kunt afremmen op de regen, is eigenlijk de slechte auto dat het genoeg... Ja, hebben die schijven niet nodig. Nee. Als de stroom uitvalt? Want dan doet de regen het de stroom niet, toch? Uitvalt. Ja, dan heb je de voorremmen, toch? Ja, dus er is altijd wel iets waarmee je kan remmen. Maar die zijn dan, koud, denk ik. Ja, oké, maar die kunnen dat hebben. Ik praat uit ervaring. Ik weet namelijk, bij de test zijn er een aantal hele grote crashes geweest. Maar dat heb ik jou nog niet verteld. Maar nee, het is allemaal veilig hoor, kom maar goed. Ja. Heb je de auto goed in beeld? Want net voor mijn run heb je die shots in ieder geval. Ga je helmpje opzetten, dank.
Als je Formule 1 nooit gereden hebt, is het echt moeilijk om in te stappen en direct achter te gaan. Daar heeft iedereen problemen mee. Ja, want? Aangezien alles zo anders is dan normaal. Het gevoel, want als je in een normale auto rijdt, single-seaters, of het nou GT3 is of LMP2, je hebt gewoon de basic wat je geleerd hebt vroeger, als vanaf karten aan, dat is allemaal ongeveer hetzelfde. Hier in Formule 1 is zeg maar alles anders. Dus het is niet zo van ik stap binnen, ik rem laat en ik stuur in en het werkt. Het werkt gewoon niet zo. Jammer genoeg. Ik ben echt de hele tijd bezig met dat ding. We hebben nu 2 dagen gereden naar Valencia. Ik kom hier aan om 7 uur. Ik ga weg om 11 uur 's avonds. Jeetje. Alleen maar met engineers? Alleen maar engineers. Dan moet dat zo doen. En, ja, we hebben dan de engine braking. Maar we hebben dan iets van 5, 6 verschillende mogelijkheden mee. En dan kunnen we die bok aanpassen, maar die wel niet. En, eigenlijk is het te technisch, zeg jij. Ja, je moet een engineer zijn. Om te rijden? Ja, ja, het is niet zo van ik heb onderstuur. Ja, oké. Okay. Jij bent toch helemaal niet technisch? Nou, jij hebt me nooit zien werken. Nee. Jij doet niet anders aan dan van ik kom aan, ik stap in, ik ben toch wel snel, ik hoef er niet meer te werken. Ja, maar zo ben ik ook. Ja. Maar niet in het team. Ah, achter de schermen werk je heel hard. Ja. 50% opgeladen. Ja, dat moet ik ook de hele tijd. En let op, want hier, dit is nog een oude van ABB. Maar de hoofdsponsor van de Formule E. Hier staat de nieuwe. Kijk, wow, look at this, Frank. This is your new baby. This is our new baby. This What's special about it? There's a lot of specialities, actually. I mean, first of all, look at the size, right? I mean, now it's on a podest here, but yeah, but it's a very small thing. It's quite small. It's maneuverable. It's on wheels, so it's made for a garage. Especially for the Formula E? Especially for the Formula E, yeah. And you can charge 2 cars with this? You can charge 2 cars at the same time. Okay. And it's really built for this purpose of the Formula E. Yeah. Okay, because I was just over at the safety car, and there you have the old. Uh-huh. So what's the difference between that one and this one? So this one is not made to be fast, but it's made to be convenient and to made for the race. Yeah? So means in the garage you have like 45 minutes about to charge, okay. And you don't want to stress the battery more than you need. Yeah? Ah, so because it gets overheated or exactly. So there is no point. So it's more important that let's say the charging process works nicely and smooth. That you can maneuver the charger nicely within the garage. That's on wheels. And I'm not only talking about the wheels, but you put the thing in a pack. You put it on the plane. It's a logistic process. It's always a bit cumbersome, right? So you want this thing to be really robust. Yeah. And but you get your electricity from the grid. Yeah. I suppose. Right. Yeah. Yeah. So it has to be for every power, in America or Southern America, you have a different electricity. Right, right. That's the other thing. I mean, of course, Formula E has, they stabilize the grids before it goes on any charger. Oh, so they anyway do this, but nonetheless, you have all these variations. What you get in New York or now in Portland, Oregon next season is really different what you will get in Hyderabad. I was thinking about Hyderabad because you're lucky to have electricity there sometimes. So this is also, I mean, you need to cater to all of this as well. Right? Wow. So a logistic nightmare. Yeah, logistic nightmare. Robustness again. I mean, all the vibrations you have. So that's in the interior. Then again, the size. Coming back to the size. Yeah. It's 160. Convenient. It's 160 kilowatt. If you compare with what you have, like again on a highway station. Yeah. With like 360, 400, or whatever you want to have. But here it's really compact. So that means you need to optimize the airflow inside. You need to optimize the heat going out. So you're very proud. Yeah, of course. Yeah, I imagine. Thanks. Okay. Maar heb je nou iets van wedstrijdspanning? Die remmen maak ik me toch een beetje, een beetje aftasten. Bocht 1, 250 aankomen. Denk ik niet dat ik bij 90 meter de eerste ronde ga remmen. Maar wel de tweede, maar want jij hebt tegen Robin Vrijs heel hard gezegd, gaat ronde record. Tegen de Grassi, je hebt er iedereen zo ontscheppen. Ja, en niemand heeft een stopwoord. Ik wel. Oh wel? Ja hoor, tweede rondje ben ik aan het timen. Dat is heel iets. Veel plezier, jongen. Have you got your hands, guys? Oh, forget it. How can you forget that? It means he's nervous. Ja, dat betekent dat je een beetje zenuwachtig bent, Bossy. Kom maar.
Denk dat ik het 10 jaar niet gedaan heb. Nou, inderdaad. Moet je kijken hoe weinig stuuruitslag je hebt. Hij draait helemaal zo. En die wieltjes gaan precies. Nou ja. Where's the radio button? Je komt met een gewone auto, zou je geen bocht doorkomen nu. No, to press. Hoop techniek, hoor. Wat grappig, ik zie net Robert zijn blik. Is echt anders dan ik hem ken. Gewoon ineens heel professioneel, serieus. Hij gaat. Ja, dan denk ik, hou die bandjes nou heel. Die moeten nog een hele dag mee. It's impressive. Acceleration in the Gen 3 car. I'm invited here to test it, starting in obviously Gen 1, Gen 2. I haven't tried the Gen 3. It's the first time I can actually try this car. Het is grappig, hè? Gewoon gelijk spinnende wielenbed wegrijden. Gelijk even voelen hoeveel grip je hebt. My first introduction to full electric power on a racetrack. And the torque is impressive, as you can hear. Gaat er helemaal niet om die tijd. We gaan wel klokken. If I go full on power, you really feel the acceleration. I'm braking, however, it's a complete new world for me. Gaan we de safety car voorbij. Ja, maar je wil dat hij die auto test, dan moet je hem ook laten rijden ook. Ik snap het niet. Uit veiligheidsoverwegingen mag Robert alleen achter een safety car de baan op. Maar Doornbos zou Doornbos niet zijn als hij niet enorme gaten zou laten vallen. Waardoor hij toch een goede indruk kan krijgen van wat de Formule E-auto allemaal kan. Alleen de snelle rondetijd, ja, die zit er zo natuurlijk niet in. The world of braking, obviously in a race car on four wheels, it feels completely different because you have only done the front end of the car. You have to brake this on the rear end. It's the new technology, the regeneration. So you do feel it when you hit the brakes, you release the power, that you gain energy. So, great experience, thank you very much. That's it. Formally, obviously the tires take a long time to get up to temperature. But you get a feel for it, what it's all about. Toch leuk om een goede vriend te hebben die echt autocoureur is. Oké, dit is de avontuurtje nog eens hebben. Yeah, fun. Good experience. Thank you. Thank you. No problem. That was fun. Hè? Dat was leuk. Heel leuk. Moesten die bandjes op hier aan het einde van de pits? Ja, het moest een beetje warm worden, toch? Ja, er is geen temperatuur in te krijgen. Nee, er is geen temperatuur. Heb je echt een paar ronden nodig. Maar het is een heel gek gevoel... dat je... dat instant power begrijp ik wel. Dat leuk is. Dat leuk is. Maar dat je dus ademt en dat er dan niemand thuis is... Want hoezo is er niemand thuis dan? Nou ja, die carbon brakes werden natuurlijk... Ik bedoel, die worden heel... Oh, je rent ook koud. Op de brakes, het is niet alleen maar regeneratief. Nee, het is en-en. Als je gewoon zegt, ik had een bocht 1, had ik ze echt even nodig. Ja. Ik moest wel stoppen op een gegeven moment. En dan klapt hij er in één keer in. Ik kan hier wel aan wennen trouwens, dat je altijd gewoon mijn spullen vasthoudt. Kan je ook wat drinken voor me halen? Dankjewel. Oh, ik moet het pakje goed doen. Nee, maar je zegt bocht 1, was niemand thuis? Bocht 1 was even niemand thuis. En dat regen, die voel je wel. Elke keer als je van je gas afgaat, voel je al een soort van vertraging. Ja, mensen met elektrische daar komt het vandaan, de basis. Alleen hier bij een race, als je naar een bocht toe rijdt, dan schat je altijd in, dat is mijn rempunt. Ja. En dan wil je gelijk onder controle zijn van die auto. Dus het lijkt alsof je hier moet anticiperen. Ja. En dan nog even bijremmen. Het pedaal is super hard, het rempedaal. Ja, je moet hard trappen. Ja, je kan wel even hard trappen initieel. Maar je hebt natuurlijk niet die downforce van een formuleauto. Dat als je hard trapt, dat die boom. Ja. Maar het was leuk. Het was leuk om een beetje te glijden met die auto. Maar je hebt wel een paar rondes meer nodig. Maar het is ook wel stiekem kwam er wel weer iets in los bij me. Ik wist het. Ja, echt.